Ons leven in een baie bezige wereld. Baie van ons jaag van afspraak naar afspraak en werk wat nooit ophou nie, e-posse wat nog laat aand geantwoord moet word. Sommige van ons vertrek vroeg in die ochtend nog in die donker al naar werk toe en kom eers in die aande saans wanneer het reeds weer donker is thuis. Dis tye soos die wat die Here ons herinner dat ons eintlik human beings is en nie human doings nie. Want het gaan nie net oor wat ons kan doen en wat ons moet doen nie, maar dat ons ook tyd moet maak vir kansen van rus en vrede. Ons sien dat selfs Jesus tye gebruik het om net tot verhaal te kom. En ons lees dit in Matteus 14 vers 23. Nadat Jesus die mense weggestuur het hy alleen naar die berg toe gegaan om te bid. Toe het antwoord, was hy daar alleen. Jesus, die Seun van God self, het kansen vir alleen word, vir rus, vir gebed en bloot wees in Godse teenwoordigheid nodig gehad, zodat hij ook zijn taken kon verrig. Als hij dit dan nodig gehad het, hoeveel te meer het ons dit niet nodig nie? Om stil te worden, om tot het verhaal te komen en Godse teenwoordigheid rus en vrede te kan ervaren. So mag ons dan in hierdie gejaagde leven van ons ook tijd maken om net stil te worden bij God en in sy teenwoordigheid te wees.